Elke week gaan we langs bij een organisatie die zich inzet voor een warmere maatschappij. De Nationale Loterij is meer dan spelen. Ik was een danser als ik jong was en ik ben eigenlijk al sinds mijn 10 jaar ongeveer bezig met cheerleaden. Initieel als atleet, maar ik heb wel zoiets ondernemends in mij, waardoor ik heel snel wel ook mee ben beginnen coachen, al op heel jonge leeftijd. Ook mee wat in de federatie heb geprobeerd de sport groter te maken. En op het punt dat het dan kwam om echt zo'n eerste nationaal team te maken, dan voelde ik mij wel geroepen om dat mee uit de grond te stampen. Op het moment dat je begint te coachen, ja, dat is natuurlijk een andere rol dat je inneemt. Het is nog altijd bezig zijn met je passie, maar natuurlijk ook ja, wat meer nadenken over opbouw van trainingen. Welk gevoel geeft cheerleader jou? Een heel machtig gevoel, in die zin dat dat echt zot is dat jij beneden dingen aan het doen bent die dan iemand ja, van boven zo hard kan doen schitteren en waar mensen dan ja, uiteindelijk mond vol tanden van staan. Cheerleader voor mij heeft eigenlijk ja, heel veel betekend. In de eerste plaats eigenlijk zijn mijn beste vrienden van jongs af aan komen eigenlijk daaruit. Het is een sport waar dat je echt moet leren samenwerken en het vraagt wel heel veel kwaliteiten van iemand. Zeker vroeger waren eigenlijk al mijn weekends altijd gevuld met cheer. Cheerleading is ook een ploegsport, wat betekent ja, dat als ik er niet ben, dat eigenlijk heel mijn team daar altijd een impact van ondervindt. Waardoor we altijd van jongs af aan zijn getraind van elke training daar zijn. Wat betekende dat ik familieweekends moest missen, feestjes van vrienden. Maar dat heeft natuurlijk ja, wel af en toe voor wat onbegrip gezorgd. Ja. Dankzij de steun van de spelers van de Nationale Loterij kunnen wij als federatie nog meer realiseren en het cheerleaden als sport in België nog meer doen groeien.